Buurklooster Blussum. Vertel, hoe komen jullie aan dit idee? Nou, bij een klooster denken heel veel mensen aan bier. En als een soort grapje wilden wij één keer een biertje maken samen met een lokale brouwer, Mark, om aandacht te vragen voor het buurtklooster. Wat voor initiatief is dat? Het buurtklooster Zuilen. Dat is, wij van Blossom waren een aantal mensen die al langer rondliepen met het idee hoe mooi zou het zijn om een buurtklooster te hebben. Het is een plek waar je kunt wonen, kunt vieren en er kunt zijn voor de buurt. Ja, het is inderdaad, we hebben echt de naam buurtklooster gekozen en we vragen iedereen die er gaat wonen van, wil je je 4 uur in de week voor de buurt inzetten? Er gebeurt zo ontzettend veel in Zuilen, wat misschien ja, soms nog wat vrijwilligershandjes nodig heeft of denkkracht. En dat is wel de bedoeling, dat je gemiddeld 4 uur in de week voor de buurt actief bent. Meer mag natuurlijk ook, sommigen zijn dat al. Maar dat is wel het plan. Hoe zit het daar precies in elkaar? Nou ja, de kerk gaat verbouwd worden. Dus nu is het zo dat er beneden zalen zijn en boven is de kerkzaal. En straks gaat beneden de kerkzaal zijn en wat extra zalen, want dat is altijd nodig in een kerkgebouw. En boven gaat het verbouwd worden tot 7 appartementen. Dat worden deels eenpersoons appartementen, deels met 2 slaapkamers, deels met 3 slaapkamers. Dus het is niet een ouderwets klooster waar je celibatair moet zijn en zo. Er gaan ook zeker gezinnen wonen. En we willen gewoon goede buren zijn voor elkaar, voor de kerk en voor de buurt. We zijn nu bezig om allerlei mensen te verzamelen die interesse hebben. Dus dan kun je bij ons aanmelden, buurtkloosterzuilen.nl. En dan kun je informatie krijgen of het wat voor jou is en of er een klik is. En dan hopen we een mooie groep mensen te vinden die er voor gaat samen. Wat voor bier is deze? Het is eigenlijk het basisbier is als een Belgisch blond bier. Dus vergelijk met een Leffe blond of dat type bier. En daar hebben we in dit geval dan vlierbloesem aan toegevoegd om het... We willen natuurlijk een toegankelijk bier, dus blond bier, dat kennen veel mensen wel. Maar om net iets spannender te maken en inderdaad om die link met Blossom te leggen, hebben we de Vlierbloesem aan toegevoegd. Okay. En dat is natuurlijk, nu zou je niet zeggen dat het lente is, maar het is natuurlijk echt ook het Vlierbloesem tijd nu. Dus ook in die zin past het goed in de lente en begin van de zomer. Is het de bedoeling dat jullie weer alleen in het Zuilen te vinden is? De gedachte erachter is dat juist zoals het buurtklooster ook gericht wil zijn op de buurt en de directe omgeving. Dat we de contact hebben gezocht met Mark, die op 300 meter afstand woont. En dat we dus echt een buurtding van wilden maken. Hoe proberen jullie niet alleen de mensen die daar wonen, maar ook die gemeenschap betrokken bij die buurtklooster? Dat is een goede vraag. Daar heb ik ook nog geen antwoord op. Niet omdat ik het niet weet, want ik heb er natuurlijk wel ideeën over. Maar dat gaat ook heel erg afhangen van de groep mensen die er gaat wonen. We willen in elk geval niet het wiel opnieuw uitvinden, maar vooral aansluiten bij wat er al is. Kijken, zijn daar bijvoorbeeld meer mensen nodig? Mist er juist wel nog dingen waar dan bewoners van het klooster zijn die zeggen dat vind ik heel mooi? Dus het zou van alles kunnen zijn, maar dat hangt heel erg af van wie er gaat wonen en wat ieders talent is en ieders wens daarin. Als het iemand interesse geeft, dat niks van wist, kan alsnog een informatie bij wonen. Zeker. En we hebben ook gewoon een Facebook-pagina. Dus als je op Facebook Buurtklooster Zuilen intypt, dan kun je die ook gewoon liken. En dan komt daar ook de informatie bijeenkomsten op.